Oh mijn gosh, van hier meteen. Ik ben Mark en vandaag hier in het Hard 5 en 4. Vooral ik ben hier gebleven en we zijn echt gewoon chaotisch, steppineut. Vanwege dat we, nou ja, we hebben nou in ieder geval wel gelukkig de Northern Lights kapot weten te krijgen met de hulp van Sofortuni. Behalve het enige probleem is dat we ook Italië moeten aanvallen. En ik zit er nog over na te denken om misschien de Balkan en Tant en misschien nog een keer de Sabbath Pact te gaan aanvallen. Misschien vandaag, misschien morgen, dat weet ik niet. Of de volgende aflevering, ik zeg altijd morgen, maar... voor de volgende aflevering. Dus we moeten maar even zien. In ieder geval, dit gaat echt een beetje slecht hier. Moet ik even zien hoe het gaat veranderen. Nog meer troepen neer dan. Plempan. Maar ja, als we deze divisies ook gewoon allemaal kapot hebben hier. Dus dat zal wel ieder moment zijn. Ja. Dan hebben we in ieder geval al wel... Oké, dan ga ik de helft dus selecteren. En die gaat hierbij helpen. Nee. De helft gaat hierbij helpen. En de andere helft gaat hierbij helpen. Want hier heb ik sowieso nog 161 voor nodig. Nou, ik kan wel met 30. Dankjewel. Maar ik zit er nog over na te denken om misschien een kant op te gaan dat ik misschien... Ja, ik wil eigenlijk weer met de Sovjet-Unie een alliance hebben. Hier. Daarvoor heb ik nodig. Ah, nee, dat is weer een hele andere kant. Dat kan dus niet. Battle of Britain. Ik ga even kijken wat ik nou kan doen. En toen komt het park. Nee. Misschien deze. Zal misschien wel een domme risico zijn. Maar je weet maar nooit, hè. Laten we dat gewoon doen. Ik denk niet dat we hier nog aerial superiority nodig hebben. Dus ik zet jullie gewoon daar naartoe. En dan gaan jullie bij de Alpen Region eventjes de boel proberen te verbeteren. Ik haal de panzerdivisies hier gewoon weg, denk ik. Zoveel mogelijk. Hey, kan iemand de... Ik doe een andere faction. Syndicus Mexico. Sure. Kun je toevallig nog wel meer panzerdivisies bijstaan? Nee. Dus ga ik gewoon nog 21 selecteren. En de rest die kan ik dus... Nou ja, hoeveel heb ik er nou? Oké, dus... 20. Zo, die kunnen hier helpen. Oeh, ja! Let that be possible. Dus dan gaan we met jullie. En jullie gewoon helpen om dit gebied even te verdedigen. Dat zal betekenen dat ik nog één divisie nodig heb. Laten we deze erbij toevoegen. Earlier today, German Reich and Netherlands issued a joint statement that the latter has now been formally granted member status of the Axis. Dat is heel top. Dat hebben we in ieder geval... Nou ja. Dat betekent in ieder geval dat we een front minder hebben. Want dit gebied, dat zit al... Dat heeft al hulp van de Japanse leger, dus dat is al heel fijn. Dat betekent alleen dat dit gebied even een beetje een probleem wordt, maar dat zal nog geen probleem moeten worden, denk ik. We hebben tenminste nog een ally. En of dat dan goed zou komen, dat zie ik dan wel.
Wanneer zijn jullie eigenlijk bevoegd om dat te doen? 1943 pas om een faction te kunnen joinen. Heb je eigenlijk ook nog even troepen nodig voor die resistance, want dat is ook nog best wel irritant. Dus in totaal 13. Sure. Al die dingen worden gesaboteerd, dus dat is ook niet echt fijn. Oké, jullie gaan daar even bij helpen. Oké, we zijn nu bezig met een beetje een push into Italië. De mensen van de Venië, dat zal dus waarschijnlijk niet geven. Oké, maar dat betekent dat we in ieder geval echt alleen op dit gebied hoeven te focussen. Dus even zien. Allies. Dus 12% towards capitulation. Ik denk nog niet dat ze echt kapot gaan, maar ja, de kans is wel groot. En Nederland helpt volgens mij nu ook een beetje. Oh fuck. Kunnen we die hebben? Och ja, verdomme. Zet ik net mijn troepen weg? Gaan ze net daar naartoe? Zo van, oh ja, dat gebied kunnen we ook nog wel gebruiken. Dit en dat, bla die bla die bla. Panzer kan varen 4. Daar gaan we voor de panter. Mechanized, mechanized. We hebben in ieder geval niet meer die motorized nodig. Even zien. Hè? Wauw. Ik ben aan het opnemen. Ja, dat doe ik zo.
Oké. Okay. Nice. Fighters. Okay. Ik ga ook alvast eventjes een fortlinie, wanneer echt alle reparaties klaar zijn, ga ik deze fortlinie gewoon hier naartoe zetten. Dan hebben we een fortlinie, mocht de Sovjet-Unie ons aanvallen. Niet dat de kans groot is, want we hebben nu een pact en zo, dat soort dingen. Tactics. Lekker even deze doen. Dat zal betekenen dat ze zaken wel een keer fascistisch moeten worden. Oh nee, oh nee. Ja, Tilleries. Wilt op de panzer. Ja, goed idee. Echt, dit gaat chaotisch als
Kaas. Wat? Oké, ga daar dan maar gewoon die voortlinie bouwen. Hoe lang duurt het eigenlijk nog voordat we eigenlijk überhaupt die... Nog behoorlijk lang is dat te zien. Maar ja, we hebben binnenkort wel wat meer battleships. Ja, eentje hebben we er weer. Komen ze hier dan alweer doorheen? Nou, ik ga gewoon dit doen en dan zie ik vanzelf wel. Hoe zit het eigenlijk met Roemenië? Dit gaat echt zo kloten. Nou, in ieder geval de nul vliegtuigen die we hier hebben, hebben aerial superiority, dus dat is in ieder geval positief.
Dit was gewoon de nee. Nee, kom op. Spanje. Jij lul. Godverdomme. Nog laat dan maar. Als hun een eigen faction willen joinen, terwijl hun dat niet willen. Dan moeten ze maar doen. Maar we zitten ook op zo'n stilmeetfactor. Zo van, ja, we kunnen niks en we kunnen niks. Ja, in ieder geval zijn we weer onze vatlinie verbeteren. Wauw, we hebben dit nog eens als eerste gedaan. Nou, laten we de kat maar eens even doen. God damn it. Dit is wel knap. Maar voor dit niet. Oké, dit vind ik ook knap. Nou, behalve ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik op de druk van de geef like, Franklin. En zoals ik volgende keer weer. Later.